Hi. Wat is nou het moeilijkste om te doen? Nou, mijn inziens is dat als je voelt van ik heb iets te doen en ik vind het lastig. Ik weet niet hoe ik het moet doen. Ik wil mijn oude patroon blijven. Ik ben gewend om het altijd zo te doen, dus waarom zou ik het veranderen? Ik weet niet eenmaal hoe het zit. Nou, als je dat voelt, als iets nieuws is, hè, nieuwe dingen die op je pad komen. Als dat gebeurt, dat vinden we lastig en dan gaan we het meest vluchten. Maar als je hem dan aanpakt, dan ga je dus echt mooie dingen zien. Dan ga je mensen leren kennen op je pad die je gaan helpen. Dan ga je jezelf verbazen over wat je allemaal nog meer kan. Namelijk vaak veel meer, want we benutten maar zoveel procent, zo veel te weinig procent van ons kunnen. Je gaat er een plezier om hebben. Je gaat een beetje lachen om af en toe fouten die je maakt. Daardoor heb je allemaal inzichten. Daar gebeurt het, jongens. Dus als je een coronatijd hebt, dan kom je jezelf altijd tegen als je ervoor open staat. Als je blijft vechten omdat je niet wil veranderen, dat hebben we nu heel erg gemerkt, dan zul je zien dat je te zware tijd hebt. Terwijl als je het los kan laten en gewoon erin gaat, in de flow meegaat, of het aangaat en kijk wat doet het met jou, dan zul je zien dat. Dan zul je verbaasd zijn wat er gebeurt. Ik zeg niet dat het altijd makkelijk is, hè? Want ook ik merk dat ik door allerlei dingen heen ga waarvan ik denk: shit, wat gebeurt er hier? Maar het uit de weg te gaan, dat is eigenlijk geen optie. En ik gun het iedereen om uit deze tijd ook iets te halen waar je van leert. Maar goed, we noemen het nu de coronatijd. Maar eigenlijk heb je dat elke keer, dat soort momenten kun je zelf opzoeken. Dus ga eens kijken, waar zit jouw moment dat je denkt, oh shit, dit vind ik lastig. Of dit is mij niet gewend. Dan ga het eens aan, kijk eens wat het met je doet. Dit is van een heel mooi stukje in Noordwijk. En fijne dag.